Die knippen eruit, die gaan bij Patrick niet worden. Nee. Is goed man, kom eraan. Hoe is het jongen? Hoe is het bro? Lekker? Lekker? Gezellig man. Kijk eens. Oh. Even een helle. Is die van mij? Dat is van jou jongen. Of ja, dat doe maar tekenen dan. Ja toch? Ga ik even verder. Waar was je? Ik was 4 aan het chillen gewoon man. Oh. Waar hier? Ja man. Jeetje. Het is wel echt ghetto hè? Je ziet het jongen. Dat bedoel ik dus met naard is, heeft 2 kanten ja. Jongen. Geef maar. Dus, top. Hoe is het dan daar? Ja, lekker man. Met jou ook? Lekker, je gaat goed hè? We gaan lekker toch? Ja, ja jongen, moet wel, moet wel. Ja, in één keer spulletjes en zo. Hoe is het dan? Ja? Jij gaat ook lekker hè? Gaan we lekker. Ik geniet toch? Van je filmpjes. Lekker geniet, ik zag die van Melvin Platje laatst, ik ging helemaal stuk. Ja, ja. Hij woont hier vlakbij hè? Ik weet, hij komt uit Bussum. Ja. Ik ging helemaal stuk man. Melvin ken ik ook man. Ja, ken je wel? Ja, natuurlijk man. Nou, die voetballers joh. Ik had... Vroeger was ik veel naarder man. Ik. Ja? Ja, toen ik bij Ajax speelde. Ja. Had ik hier, hè? Je had hier wat hè? Chickie, ja. Nee, jeugd. Dan was ik echt 13 of zo. Ja? Ging ik hier voetbal altijd, want de jongen woonde hier, die speelde ook bij Ajax. En dan moest ik vrijdag trainen. En dan ging ik, bleef ik bij hem daarna en dan zaterdag de wedstrijd. Dus dan ging ik niet op en neer, want ik moest naar Arnhem toch? Met Arnhem. Ja, natuurlijk. Dus dan bleef ik hier en dan ging ik naar de voetbal altijd man. Lekker man. Ja. Ik heb ook hier bij, ik heb hele jeugd gevoetbald bij Andy. Ja? Ja man, ik heb het bijna geflikt man. Prof gewoon, ja maar echt serieus. En toen? Ik had, ja maar op een gegeven moment, ik was al bij de bakjes, was ik al gewoon veel te goed voor die leeftijdsgenoten van mij. Ik mocht al meteen naar de F1 en zo. Oh ja. Ja, toen was in de F was ik al gescout voor Ajax. Wat meen je? Ja, ik heb getraind onder de Simon Tahamata, ken je? Ja. Simon Tahamata. Die doet toch altijd gek, hè? Voor G-team en zo? Nee, die Tahamata was ook een gekke joh. Ja mooi, maar die is een leuke kerel. Ja, wat een lachen gast was dat joh. Die Indonesisch of zo, toch? Ja, maar lukt ze, maar lukken. Ja, ik kwam een keer, ik ging bij hem trainen dan pap. Eerste training. En dan scoorde ik met een omhaal. Ja? Ja, ik was heel jong. Ik nam de bal zo aan met mijn borst, paf, omhaal in de kruis. Kwam hij naar me toe en zei hij, als jij niet wordt, dan weet ik het ook niet. Ja. Dat moest hij nooit zeggen. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, nee. Dan was je serieus gebleven. Jezus, ja man. Ik heb echt Ajax, Utrecht, Almere City. Heb je Utrecht ook gespeeld? Ja, gewoon getraind man. Waarom ben je? Ja, maar waarom ben je niet, hoezo is het niet doorgezet dan? Bro, ik zeg je eerlijk, ik weet het echt niet man. Het moet hard werken, snap je? Ja. Bro. Je moet er echt vol voor. Ja, ik ging er ook echt vol voor, maar ja, het geluk kwam gewoon niet naar kant of zo. Nee. Elke keer niet. Bij Almere zit hij niet. Toen nog Omniwot, ja. Ja, Utrecht, mijn neef Assaidi ken je wel, toch? Ja, is dat je neef? Ik ga hem zo bellen, die lelijk. Hij heeft ook bij mij in de auto gezeten. Ja? Ja. Hij heeft bij mij in de auto gezeten, ik heb het gezien, man. Ik ga hem zo bellen. Ja, hij had Assaidi kleine is dat, hè? Assaidi van van PSV. Ja, van Heerenveen, toch? Oh ja, hij heeft wel bij mij in de auto gezeten, man. Kom in de war, elke keer met die auto's, ze lijken allemaal op elkaar. Ja man, hij heeft nog wat voor mij gefixt, bij Heerenveen ook niks geworden. Ja. Nee. Toen dacht ik bij mezelf, fuck alles joh. Maar hij is, wat doet hij nu? Hij doet ook niet echt. Ja, precies, in de business jongen. Ja? Die heeft Amsterdam op slot denk ik. Ja, die is geen voetballer meer, volgens mij is die klaar man. Hij was wel goed. Ja, hij was echt goed. Liverpool. Hij was echt goed man bro, hij was echt goed. Ja. Hij was bij Heerenveen, was zijn primetime man. Ja. Zo. Vond ik hem echt... Met die hak, wist je nog die hak, wat deed hij zo met die hakbal? Met die Groningen, ja, dat is niet normaal man, dat is echt niet normaal. Ja, dat was echt goed. In Marokko heeft hij ook geverlamd. Ja man, maar ja, zo gaat het joh. Op een gegeven moment was het, geluk was niet aan mijn kant man, Andy. Die ging ineens... Maar wanneer ging je rappen dan? Wanneer dacht je weer gaan rappen? Hoe kwam je daarachter? 4 jaar geleden begon ik. 4 jaar pas? Ja man. Geleden? Ja man. Oh. Ja man. Hij eerder moest achterkomen, hij had niet die plofkraakjes hoeven doen allemaal. Wat een dering. Zie je die Andy? Hey, 4 jaar geleden pas hé. Ja man, 4 jaar. Kijk, dus na dat voetbal, ik had nog 1 kans, snap je? Toen ik 15, 16 was, ging ik er echt vol voor en toen werd het hem ook niet. Nee. Toen dacht ik, donder op. toen ging ik gewoon kijken, want ging, school werd hem ook niet, snap je daar. Nee. We hadden allemaal niet van school en die. Nee, dus, ik ook niet. Nee. Ik dacht, ja, laat me gewoon even rappen. Ja, maar wat dacht je dan? Ga gewoon een nummer opnemen? Kijk, Josylvio, ken je hem? Ja, tuurlijk. Josylvio ken je wel, dus hij is nu mijn label-eigenaar en hij rapte toen in die tijd, al 4 jaar geleden, rapte hij ook. Yeah. En hij was toen upcoming soort van. Hij was, nee, volgens mij was hij net doorgebroken met Lahnesh. Yeah. Zo'n nummer die ken je niet, maar... Lahnesh? Lahnesh, ik weet niet of je het kent. Maar zo'n nummer, dat was echt de hit van toen. Yeah. Die ging echt super hard. Dus hij ging rappen en toen dacht ik bij mezelf, ja, misschien is dit wel... ja, misschien kan ik dit ook, je weet toch? Yeah. Is wel leuk misschien, je weet toch? Dus toen ging ik proberen, ja, een beetje teksten schrijven, dit, dat. Ja, vrienden zeiden van, je moet er gewoon vol voor gaan. Ja. En toen had ik iets op Instagram gepost, een filmpje, dat ik ging rappen. Dat was een hele andere switch natuurlijk, want iedereen kent je als voetballer, snap je? En ik ging wat rappen, pap. En ja, blijkbaar was het zo hard dat, dat Zonamo Underground, ik weet niet of je dat kent. Ja, ken ik, ja. Waar Boef zat eerst en zo, al die artiesten lijpen. Die had mij gecheckt, Nadir had mij gecheckt van kom een sessie doen, want een dag later nadat ik die filmpje had gepost waren toevallig Zonamo sessies. Oh ja, ja. Ik weet niet of je dat kent, die Zonamo sessies. Ja, ken ik. Is toch, en doen ze ook, is dat soort van 101 bars? Ja, zo 101 bars. Maar dan Zonamo. Zonamo Entertainment, toch? Juist, ja. Voor de rest, toen kwam ik dus daar en toen heb ik die sessie gedaan, die ging blijkbaar zo lekker hard, hadden ze mij meteen getekend. Ja, was ik daar, heb ik daar een paar clipjes gedaan. Maar toen ging ik er ook niet 100% voor, want ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Ik geloofde er niet echt in, snap je? En toen later, wat bleek, ja, toen dan bouw je fans op, snap je? Je wordt herkend op straat en zo. Ja. Ja, iedereen weet wie je bent. Ja. En toen, toen was ik klaar met mijn contract daar en toen ben ik naar Josylvio gegaan, Hellekesh. En toen is het echt opgeblazen. Toen is het echt opgeblazen. Maar je zat bij Monsif eerst, of niet? Ja toch, Monsif. Ja, Monsif zat ook bij. Ik ken Monsif wel. Ja, ik heb samen met hem zo'n programma gedaan. Ja? Ja, moesten we schaatsen toch? Dat was lang geleden al. Moesten we, ja, Monsif is goed man. Monsif heeft ook die laatste nummer van mij geproduceerd. Die is een paar dagen geleden uitgekomen. Die is ook lekker aan het gaan. Die in Peligroso? Ja. Zo bijna 1 miljoen views. In een paar dagen hè? Ja man, 5 dagen of zo. Maar is dat op Spotify of op die... Nee, op YouTube. Ja. Spotify kan ik het nog niet zien nu op dit moment. Nee? Maar Spotify gaat hij ook wel lekker. Ja. Hij is groen. Oh, dat is jammer. Hey, Oké, dus die is net uit met die jongen uit Spanje toch? Ja man. Morad? Ja, maar dat is een van de samenwerkingen die ik met het buitenland ga doen man. Ik ga er heel veel doen dit jaar man. Ja? Ja man. Maar ga je ook Engels dan? Of nee, ik rap gewoon Nederlands. Nederlands, ja. Maar wel met allemaal verschillende, je weet toch, landen. Ja. Hoe gaat het met die chickies? Gaat slecht man, Andy man. Ah, ligt niet man. Ja man, echt man. Gaat echt slecht. Maar je doet al... Dat is maar voetballer geweest, ouwe. Hoezo slecht? Nee. Wat dan? Met wie moet ik praten, Andy? Wat? Ja, met welke chick moet ik nou gaan praten, Andy? Je hebt toch allemaal geen nut, joh? Nee, je hoeft niet te praten. Ik moet mezelf eerst regelen, Andy. Kom op nou, man. Dan kunnen we kijken naar de vrouwen, of niet? Nee, natuurlijk. Ze gaat toch lekker, maar heb je geen... Ik natuurlijk wel, maar ja, dat zijn allemaal groepjes noemen ze dat. Ja, daar kan maar niks aan. Nee, maar nee, die bedoel ik ook. Ik bedoel geen vaste vriendin of zo, daar ben je nog te jong voor, man. Je moet eerst genieten. Kijk, als je bekend bent, dan komen heel veel dingen op je af en zo, toch? Ik heb veel dingen meegemaakt al en met shows en zo, ja, gekke shit. Wat heb je meegemaakt? Bro. Vertel. Echt gekke shit, joh. Yeah? Ja, maar vrouwen die alles doen en zo. Vrouwen zijn gek, man. Bro. Ja? Echt, ik zweer het je, Andy, man. Echt. Ik kan het niet eens vertellen, ik wil niet eens vertellen. Hoezo? Nee, maar gewoon gek, gewoon, dat je af en toe beseft je het niet eens. Gewoon. Kom je gewoon bij een show, toch? Doe je die show? Ja, of geen details, maar ik kan gewoon zeggen een beetje. Ik ga het gewoon zeggen, man, bro. Oh. Dat doe je gewoon bijvoorbeeld ik heb een keertje in België, bro. Ja. Ik ga nooit vergeten, kwam ik bij zo'n club. Ik doe mijn show daar, papa. Zo'n chick voor me zit gewoon aan me. Nee. Ja, man. Ze houdt mij gewoon uit mijn concentratie. Maar tijdens de show? Tijdens mijn optreden zit ze gewoon aan mijn pik. Ja, aan mijn pik gewoon de hele tijd. Ja, wat moet je doen? En die ruimte is zo klein. Ik kan niks doen. Nee. Ik kan niet naar achter gaan. Waarom denk je zo? Ga weg. Tuurlijk denk ik dat. Vond je het lekker? Aan de ene kant dacht ik... Ga maar door aan de andere kant. Shit, maar mensen kijken, je weet toch? Het gaat gek. Ja, dat is helemaal waar. Gek. Oh. Ja, maar, en daarna, dus bij die show ook, ging ik daarna door naar de backstage, toch? Dus na die show ga je even drinken boven. Komt er zo'n chick ineens, een andere chick. Gewoon, die was helemaal de weg kwijt. Nee. Ja, die kwam gewoon op me zitten en zo. Die zei, kom naar buiten, we gaan even chillen. Ja joh, wat ga ik... Als ik in details ga vertellen, ga je... Nee, ook niet. Ik begrijp het wel, maar kijk, de kijk, allemaal gekke shit, man. Ja. Maar je hebt meer gekke dingen meegemaakt. Ja, ik ook wel. Ja, natuurlijk. Nee, precies hetzelfde toch? Ook die meisjes, die vrouwen gewoon... Ja, je hebt sommigen die hebben geen respect. Die gaan gewoon voor hunzelf... Begrijp ik wel. Ja, ik begrijp ze ook wel. Ja, misschien doet ze het wel heel goed dat we denken we blijven hangen toch? Snap ik, begrijp ik aan de ene kant. Ja, begrijp ik wel. Ja. Maar ja, wat ga je doen, Andy? Dit wereldje is gek, man. Ja. Ja, er zitten veel plussen en nadelen in, man. Serieus, man. Ja, het is gevaarlijk. Het is ook gevaarlijk, zeker, man. Je moet scherp blijven, man. Ja, ja, dat is je nummer, hè? Je hebt ook een nummer geschreven, scherp, toch? Ja, ja, man. Je moet scherp blijven. Lekker, maar je schrijft alles zelf? Ik schrijf alles zelf. Nooit heeft iemand wat voor mij geschreven. Oké. Ik wil dat ook niet, man. Nee. Dat zou ik ook nooit willen hebben. Gewoon, dat wil ik niet. Nee, nee. Gewoon je eigen dingen vertellen. Ja, gewoon mijn eigen ding, man. Ik hoef niet andermans tekst en dan moet ik dat weer zo... Ja, ja, ja. Namaken. Dat is namaken. Nee, dat is namaken. Ja, ja. Je moet jezelf blijven. Ik zeg niet dat het, ja, ik zeg niet dat het verkeerd is. Er zijn genoeg mensen die songwriters hebben, je weet toch? Ja, ja, ja. Maar ik hoef dat niet. Nee, maar je gaat... Maar hoe ga je dan, zeg maar, hoe kom je op die tekst? Ga je dan zitten en dan ga je... Wat doe je? Kijk, ik kom daar bij de studio. Producer tikt de beat. Ja. En dan ga ik gewoon op de beat ga ik schrijven, snap je? Oké, dus je hoort eerst de muziek en dan ga jij van... Juist. En dan ga je dingen ter plekke bedenken. Ik probeer altijd ter plekke. Ik schrijf nooit van tevoren. Netjes, man. Ja. Oh. Heb je Panamera gehoord? Ja. Ja, dat is wel een nummertje. Ja, ik zet maar even op. Ik heb best mijn telefoon, nee. Heb je hier in je zak zitten? Wat een hond, joh. Oh, even kijken, hoor. Ik heb hem hier, ik zat even te luisteren naar je. Stek af. Jij was even aan het luisteren. Ben je met deze bekend geworden echt? Ja, deze, ja. Deze heeft mij echt, deze heeft mij zo voor shows opgeleverd, bro. Ja. Niet normaal. Dus die heb je ook gewoon, maar deze heb je dus ook zelf bedacht? Deze heb ik helemaal zelf bedacht. Ja. Helemaal zelf. Deze pokoe, deze nummer had ik in 20 minuten af. Nee! Ik zweer het je, bro. 20 minuten. Ja, ik kwam in de studio, ik weet nog als de dag van gisteren. We kwamen daar. En ik wou een andere nummer maken, maar we kwamen er niet echt uit. We kwamen er niet uit met de producer of zo. Er was iets. Ja. Ik dacht bij mezelf, ik ga naar huis. Hey, hoe ik net wegloop, ik hoor deze beat. Dus hoe ik net naar buiten hoor ik die Panamera beat. Die heeft hij helemaal niet laten horen. Dus die producer die zette de muziek aan en jij liep weg boos of nee, ik liep niet boos weg. We kwamen er gewoon niet uit met de beat. Ja. En toen was ik naar huis, snap je? Ja. En toen zette hij ineens deze op, die Panamera beat. Dus ik direct omgedraaid. Ik zeg, bro, dit wordt het. Direct. Ja, ja, ja. Direct, dit wordt hem. Ik had al die flow in mijn hoofd. Ja. Snap je? Ja. Toen ik dat had, wist ik al van dit wordt een hit. Wow. Ik zei het altijd tegen hem. Dus in 20 minuten heb je die geschreven? In 20 minuten en toen uiteindelijk is die nummer zo gehyped. Het ging heel Nederland over, heel België qua breng hem uit. En toen uiteindelijk is die gelekt, ouwe. Nee. Is die gelekt, bro. Had hij in een maand 4 ton views op YouTube. Op een kanaal van 1000 subscribers. Ik zweer het je. Ja, man, bro. Daarom sindsdien zijn ook geen nummers meer van mij gelekt. Want ja, ik stuurde er naar een paar gasten. Je weet toch? En uiteindelijk, boom. Ja. Ben ik gewoon keihard genaaid. Maar het heeft uiteindelijk niet, je weet toch niet, slecht gedaan. Nee, maar geen schade gehad. Geen schade. Maar hoe kan het dan dat hij gelekt is? Dat is toch raar? Er moet toch iemand geweest zijn die dan... Ja, jongen. Ja, hè? Ik zeg, het is een vieze wereld, bro. Dat ga je niet gunnen, jongens. Allemaal dit vieze... Ik heb zoveel slangenacties meegemaakt. Ja, ja, ja. Ik weet ook niet wie echt is, snap je? Nee, dat is... Geef je hier net ook? Ik weet niet. Waar is het kippertje? Ja, Andy, ik weet niet waar je heen rijdt, maar laat me... ver van die ghetto. Laat me even die locatie doen, hoor. Heb je geen... Het kippertje. Je hebt geen neef of zo achter me rijden, hè? Je zou even rippen ergens in het bos. Dat is me nooit meer terug. Nee, jongen. Jou gaan ze nooit rippen. Nee, hè? Tuurlijk niet. Oh. Maar jij gaat ook lekker, man, Andy. Serieus, man. Je bent goed bezig, man. Je gaat lekker zo, hè? Vrienden van mij genieten ook van je, man. Ja? Ja, serieus. Top, dank je, man. Ja, oh, bukken, politie. God, hij ging ook nog in. Bro, jij hebt echt geen moeite. De politie mag je gewoon aanhouden. Ja. Nee, mij ook eigenlijk niet. Maar voor jou is het toch helemaal, hè? Ideaal, jongen. Nooit problemen. Je kan alles rijden wat je wil. Je kan doen wat je wil. Dat is toch lekker? Dat is toch heerlijk, man. Maar ja, wat rij jij voor auto nu? Een dingen S3, ja. Mooi, hè? Zag hem net al. Ja, snel, hè? Ja, gaat wel snel, joh. Mooie auto. Ja, ben je gek van auto's? Nee, man, totaal niet, bro. Nee? Nee, echt niet, man. Hoe kan dat dan? Boeit me echt niet. Ik weet echt niet, ik switch Andy, ik heb die auto misschien nu 3 weken of zo. Ja. Het doet je gewoon niks. De eerste dag was ik echt blij, maar dat is normaal. Het is mijn eerste auto ooit, snap je? En dit is je eerste auto? Ja, ik had mijn rijbewijs een week van tevoren gehaald. Een week later had ik die auto gehaald, snap je? Het is gewoon mijn eerste. Daarom, ik was, de eerste dag was ik echt blij, maar nu is het gewoon allemaal normaal, man. Ik kwam daar in die, bij die dealers zo, bro. Ik check zo alle auto's. Toen werd ik wel helemaal gek, maar toen zag ik die S3. Dacht ik meteen, dit wordt hem, man. Yeah. Ja. Ja, een dikke auto. Jawel, voor mij helemaal. Ik ben gewoon een beetje jong, je weet toch? Ja, een beetje precies. Laag, zo. Rustig aan beginnen. Maar dit is ook een grove, man. Deze? Zo. Deze is groot, hè? Ja, maar hier dacht door, man. Voor de kinderen, hè? Deze is keihard, man, bro. X7, hè? X7, ja. Maar het is die Range, toch? Ja, Range Rover. Ah, joh. Die is ook dik, hoor. Wat een heerlijke leven. Oh, niet normaal, hè? Allemaal sponsoren. Even een paar, even een paar filmpjes maken op YouTube, hè? Ja, hè? Maar wel rijden de X7. Dat is niet normaal, hè? Daar geniet ik zo van. Ik heb zo'n geluk, jongen, mijn leven. Ja, jongen, je hebt gelijk. Je hebt hard gewerkt, jongen, afgelopen toen je jong was, jongen. Voetbal, voetbal, voetbal. Ja, dat wel. Snap je? Ja. Je hebt met Ibra gespeeld. Hoe was dat dan? Ibra is gek, man, hij is echt gek. Zeg het even, Andy, even gewoon tussen ons. Hoe was Ibra? Hij is echt zo hoe hij is nu. Ja, hij is helemaal gek. Ja. Als hij de kleedkamer in kwam, jongen, de eerste keer, kwam hij zo lopen zo. Fatser, joh. Ja, ik geniet zo van die gast. Hij is goed, hè? Hij A.C. Milan nu, hé. Bro, 38 jaar, 39. Godsamme. Dat is niet normaal. Waar ben jij, Andy? 40. Ja, hij is bijna even als jij, Andy. Ja. Jeetje, Mina. Het is wel een beest, hè? Ja. Hey, maar hoeveel shows doe je dan in de week? Of hoe zit jouw... Ik zit nu, kijk, met ja, jouw week, ja, je dag. Week. Kijk, weet je, het is, ik heb gewoon meetings, veel. Ja. En ik heb gewoon per dag, ik sta op, ga ik naar een meeting, ga ik daarna naar de studio, doe mijn shows. Maar bijvoorbeeld, kijk, nu zitten we in een periode waar niet veel shows zitten. Ja. December, januari, februari zijn er niet zoveel shows. Maar ik heb toch, ik heb nog 10 shows in een maand gepakt gewoon. In deze periode, ja. Dus dat betekent gewoon, we zijn gewoon aan, je weet al. Ja. Dus ik heb gewoon veel shows gedaan. Ja, ik heb, het verschilt, man. Ik heb sowieso altijd boven de 5 shows per maand, man. Lekker. Gelukkig, man. Ja, man. En dat is dus gewoon door heel Nederland. En heb je dan heel ook Nederland. Heb je dan een chauffeur of rij je zelf? Ik heb gewoon een chauffeur die voor mij rijdt. Ja? Nee, toch, ja, man. Ja, lekker daarnaast. Ik heb wel een chickie als chauffeur. Ja? Ja. Weet je niet? Ja. Van die lange afstanden. Ja, lange afstand. Bij parkeergarage. Bij parkeergarage even pauze. Ja? Nee, ja, even ik heb wel iemand met lang haar achter het stuur, maar het is geen vrouw. Oké. Okay. Ja, man. Gewoon een... Oh, wacht, misschien moeten we naar dit. Nee. Maar ja, man, dus, dan ga ik gewoon... ja, qua shows mag ik echt niet klagen. Nee. Echt serieus, man. Ja. Dus en daar verdien je gewoon dik geld mee, natuurlijk. Daar verdienen wij artiesten. Veel rappers, ik hoor dat zij hun showgeld opmaken en zo, je weet toch? Maar dat is echt de grootste bullshit wat er is, bro. Showgeld, ja, ik weet niet, tenzij je €200 voor een show krijgt, dan begrijp ik dat je het meteen opmaakt. Maar als jij een beetje draait, dan kan je echt veel sparen qua shows. Zeker. Maar wat? Ja, ik hoef niet te weten precies hoe je wat je verdient per show, maar... Ik verdien €10.000. Ja? Ja, die kan toch? Er zijn wel rappers die dat verdienen, toch? Ja, volgens mij zijn er 2, 3 artiesten in Nederland die dat... Wie is dat? Boef? En volgens mij krijgt Kleine wel een tientje, hoor. Ja, hè? Ja, maar volgens mij... Maar die Kleine, zij doen alleen concerten. Oh, ja. De Kleine doet geen... Kijk, ik kom nog in clubs. Ja. Dus ik kom net kijken, dus ik moet alles nog zien. Ja. Hij heeft het allemaal gehad. Vooraan beginnen. Ja, man, dus hij heeft nu alleen concerten. Hij heeft concerten, snap je? Ja, wat ga ik je zeggen? Die gasten, daar willen we ook heen. Ja, tuurlijk. Maar je kan hier zo lang... Ja, ik ben nog jong, met 20 jaar. Ja, want dit jaar wil ik er al heen gaan, man. Dit jaar ben ik hongerig, man. Ja, tuurlijk. Maar je kan nog zo lang doorgaan, hè? Maar ik wil niet zo lang doorgaan. Nee, wat wil je doen dan? Wat zijn je plannen? Ik wil gewoon... Hieraf? Ja, man. Ik wil een paar jaar rappen, bro. Ja. Niet te lang. Ik wil gewoon alles oprapen wat er oprapen kan. Ja. En dan wil ik misschien iets met acteren of zo. Ja? Ja. Vind je dat ook leuk? Acteren, hè? Oké. Acteren hier niet. Acteren hier niet. En wat wil jullie altijd in het filmen? Een goede tijd en slechte tijd of zo? Nee, man. Kom op nou, Andy, man. Een goede tijd en slechte tijden. Mijn kromafia moet je bij gewoon. Ja? Nee, joh. Nee, dat is een dikke serie. Ik heb wel die dingen daar volgens mij, man. Die soundtrack als het goed is. Ja? Van mijn kromafia, dat is wel hard. Ja. Dat hoorde ik in ieder geval. Ik weet niet hoe het kan, Marokkanen gaat. Ja. Ik kan er zo in één keer weer anders zijn. Ja, maar acteren lijkt me wel wat man, Andy. Man. Ja, man. Oké. Hey, jij lijkt wel een beetje op Arnie, van het Marokkaanse Arnie. Kijk nog? Wie is Arnie? Van goed en slecht. Met die lok zo. Jij bent ook gek, jongen. Dit is mijn zwembad. Nee, vroeger had ik echt iets van mijn dagboekje in duiken. Oh. Nee. Weet je wie jij lijkt, Andy? Kijk, kijk, Andy. Wie lijkt je? Baba, papa? Ken je SpongeBob? Patrick? Patrick! Patrick, ik ken hem ja. Die zo loopt toch? Klootzak. SpongeBob. Patrick! Die kinderen die gaat naar Patrick. Nee, nee. Is dat die zeester? Ja, joh. Nee, zeester, nee? Ja. Op die lijk je dan. Oh, Patrick, die dikke vetzak. Ja, joh. Oh, man. Baba, papa. Lachen, man. Ja, wat ga ik je zeggen? We lijken allemaal op iemand. Joh. Ja, iedereen gaat wat zeggen nu tegen mij. Oh, ja, ja, jongens, kom met Patrick. Patrick, doe naam, Patrick. Doodlachen, jongen. Zo. Ga je niet nog wat doen met voetbal, Andy? Nee, man. Nee? Nee. Niet dat je gaat voetballen, maar vind je trainen niet leuk of zo? Ja? Nee, man, is niks voor mij, joh. Ik denk dat je een goede trainer kan worden, man. Nee, joh, assistent trainer. Dat... Ja, man. Jij gaat goed in een groep voor. Ja, teammanager. Je gaat echt goed in een groep van komen, hoor. Serieus. Echt, serieus, met die jongens praten en zo, dat kan ik, man, daar ben jij de beste in, man. Dat moet je echt doen, man. Ja, misschien later. Ik ga nou eerst lekkere programma's maken en zo. Want je komt af en toe bij VI, hoe noem je dat? VTBL. VTBL is er niet meer. Maar wat zou jij hebben gedaan als jij geen... Dat is een hele goede vraag, man, Andy. Als je geen rapper was geworden? Dat is een vraag die ik nooit zou kunnen beantwoorden. Nee, hè? Nee, man. Echt oprecht. Het heeft me echt mijn leven gered, man. Ja, hè? Anders was het wel... Ja, zou je gewoon advocaat worden of zo, maar dan... Advocaat. Ik had een advocaat nodig gehad. Ja. Ik ook hoor, Algerisch. Nee, jij niet, Andy. Wel man, jij hebt blauwe ogen, Andy. Ja, ik heb blauwe... Dat wel, dat is wel waar, ja. Ik heb wel mooi blauwe ogen. Vrouwen. Ja, blauwe ogen. Nee, ik kreeg altijd wel werk en zo, maar... Nee, maar dat is wel... ja, ik had het ook wel... Want ik heb niet op school en zo. Ik heb op school... Maar jij was goed, Andy. Jij was hard, man. Ik heb jou ook gewoon 2006, 2005, dat jaar bij Ajax toch gespeeld? Nee, toen speelde ik bij Inter. Nee joh. 2003 ben ik weggegaan bij Ajax, 2003, 2004. Maar... Met die lange haartjes zo rechtsbuiten. Die was hard hoor, die was echt hard. Je ging altijd buitenom en toch geen voorgeven? Ja, altijd. Ja, altijd buitenom. Dat was Andy. Ja. Actie buiten, paf. Buitenom en nu ga ik altijd achterlangs. Maar ik zag ook aan jou toen... Nu ga je achterlangs. Mijn vrouw zegt, kijk je voorlangs gaan, hé, wat gek man. Mijn vrouw zegt echt altijd, ja joh, ik zweer het. Jij gaat achterlangs, jij gaat achterlangs Andy. Achterlangs? Ja. Ajax, kijk je Ajax al? Moet ik eerlijk met je zijn Andy? Nee. Ik vind Eredivisie, vind ik niks man. Ajax vind ik wel gruwelijk Champions League. Ja, hier rechtop. Ajax Champions League is keihard man. Ja. Ja echt man. Ajax is fucking goed Champions League, maar ja, ze zijn wel eruit gekeken. Ja man, klopt dus. Het is gezonde man, ze winnen... Kijk, hoe kan jij... 4-1 tegen Chelsea voorstaan, toch? Ja. En dan 4-4 spelen. Ja, dat begrijp ik. Kaarten in 1 minuut. Dat ga ik niet begrijpen. Kan iemand mij dat uitleggen? Ja, dat klopt, begrijp ik. Nee, maar dat is gewoon. En dan heb je Valencia, die je uit helemaal wegspeelt. Ja, ja, ja. En dan thuis. Ja, maar dat was die periode dat Ajax gewoon echt een slechte periode had tegen Willem II verloren. Maar ze worden nu met 2 vingers in de neus kampioen. Want die Ten Hag die had dingen opgebeld. Die Mourinho, die had advies gevraagd door Mourinho. Ja? Dus weet je dat niet? Serieus? Ja. Ten Hag had advies gevraagd aan Mourinho? Ja, want hij zegt ja, we kunnen niet meer scoren en zo. Had die Mourinho gezegd van, dan moet je, weet je wat, moet je gaan trainen. Dan moet je 11 poppen zo neerzetten. Ja. En dan gewoon die jongens van alle hoeken laten scoren en zo. Echt? Kijk. Ja, dus ze moesten langs die poppen en zo. En toen had die Mourinho gebeld, die dacht naar Ten Hag. Moet ik echt door? Ja, man. Dus had Mourinho gebeld naar Ten Hag. Toen vroeg Mourinho van, hoe is het gegaan? Toen zei Ten Hag, de poppen hebben gewonnen met 2-0. Jongen. Zo slecht ging het door Ajax, echt! Jezus man, stop even man Andy. De poppen hebben gewonnen met 2-0. Wat een drama zeg. Ongelooflijk. Wat is het hier al in de buurt? Ik moet pissen man. Ja man, we zijn er bijna Andy joh. Jezus. Wat ben je... Je bent niet zo gek op auto's, loges, heb je loges gezien? Ja, ik kan het wel. Dat is een vriendje. Hij is wel mooi. Ja? Wat heb jij? Ja, ik heb een Hublot. Ah, maar kijk, dan moet je... Waarom zeg je weer dat je een Hublot hebt hier zo voor? Dat is voor een sponsor toch? Keihard, man. Je hebt een dikke man. Dit is wel met Amsterdamse wapen erin, zie je dat? Moet ik rechtdoor? Ja man. Jij is rechtdoor. Oh, dan kom je hier bij die dingen uit, bij die... die kleuren... ja, van die televisie. Dat is mijn eerste ook, man. Ja? Ja, man. Ah, dat trots, toch? Ja. Ik ga hem goed bewaren, ik weet toch. Ja, dat is mooi, het mooiste. Deze stijgt ook duidelijk in die waarde. Ja? Ja? Die ook, ja. Die hulk ook, hè? Die hulk, ik weet niet, ik heb geen verstand van, maar ik hoorde dat deze... Kijk, ik vroeg gewoon aan mensen, ik heb er niet verstand van. Ik zeg, welke moet ik halen? Ja. Weet? Want ik ga van bedrag aan. Welke? Dat is degene met deze halen, want die houdt zijn waarde en zo. En die is heel erg gewild, zie je? Ja. Die wordt alleen maar meer waard. Ja, het is een goede investering nu, hoor, om Rolex te kopen. Ja, tuurlijk, man. Ja. Zeker, man. Ja. Wat ga je doen zo? Wat ik ga doen? Lekker op de bank? Of ga je weer weg? Ik ga weg, man. Ga je ik ga even een vriend van me ophalen. Ja. Dan ga ik gewoon even chillen, man. Even naar de studio of zo. Kom maar naar studio. Ja, je neemt wel een microfoon mee, ja, maar niet voor in de studio. Beatboxen. Viezerik, ja. Viezerik. Je bent ook echt viezerik, ja? Ja, ik wel. Vroeger, man. Nou, niet meer. Ja. Nu praat ik alleen maar. Mensen die praten, jongen, die doen niks. Echt waar. Je hebt 4 vrouwen, man. Daarom. Of toch ik heb de 4 is genoeg. Eentje voor het schoonmaken, eentje maakt eten, eentje voor de randjes. Eentje van de randjes, eentje van de voor het hakken bidden. Oh, het is echt gezellig, man. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Het is echt een kut weer, man. Shit, oh, hier staan echt mooie huizen ook, hè? Nou, ik reed net daarachter, hè? Dit is echt wat jij zei, weet je, van daaromheen zijn al die rijken en middenin zitten... Ik zeg het altijd, jongen. Wij komen van de ghetto. Ja. Alleen maar flatgebouw. Ja, maar dat had je niet... Kijk, je verwacht het niet hierin, hè? Nee, volgende. Ja, je verwacht het niet. Kijk, zie je? Kijk wat we doen. En dan, ja. Hierachter is het gewoon... Ja. Want je verwacht... Kijk, naden en zo denk je, oh, het gooit toch. En, ja, die mensen zijn gek, man. Het is allemaal goed en... maar ja, zie 50% allochtonen, 50% Nederlanders. Ja. Ja, en je ziet al die schotels hier weer, hè? Wauw, jongen. Als je schotels ziet, dan weet je hoe laat het is eindelijk. Daar is mijn schatje. Dat is wel mooi, hè? Wat had je net dan weer? Wat reed jij op 20-jarige leeftijd? Ik was 21 uit Porsche. Ja, dik. Ik denk misschien was ik een beetje op je niveau. Ja, dat was zeker. Nee, joh. Wel mooi, toch? Ja, dit is een dikke auto, man. Soldaat. Rijdt toch lekker, man? Ja, rijdt lekker, ja. Ik ga hem even schoonmaken van binnen. En die dat was gezellig, man. Super gezellig. Tot precies snel. We houden contact, man. We houden contact. Geniet van je trui. Ja, en als die te klein is, want ik weet niet zeker, dan ga ik een ander voor je fixen. Ja. Kom ik hem gewoon brengen. Kom een keer langs bij mij. Is goed, ja. Komt goed, man. We houden contact. Ja, rustig aan, man. Dankjewel. Is goed, bro. Later. Ciao. Ciao. Yes, jongens. Dat was Asjafar. Leuke gozer. En ja, zo zie je maar weer. Hij is pas 4 jaar geleden is hij ontdekt. Dus ja, voor iedereen die denkt dat hij wat kan bereiken. Dit is het voorbeeld. En je ziet hoe snel het kan gaan. Dus ja, super mooi dat hij dat allemaal meemaakt. En ik gun het hem. En ja, het was een leuk gesprek. We gaan door naar de volgende weer. En bedankt voor het kijken. Later.